Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 Manager Career Mode. We gaan vandaag naar de Italiaanse Grand Prix en daarna volgens mij de Singapore Grand Prix. Dus twee hele verschillende Grand Prix's. Even kijken of wat ik zeg goed is. En dat is inderdaad waar. Oké. Dus twee totaal verschillende Grand Prix's vandaag. We gaan alvast de race-doelstellingen zetten. Dat is simpel. Dat wil ik ook gewoon gehaald hebben. Nou, snel zonder, dat doen we nooit. Nou, top 5 dan, kom op. Dat moet toch wel te doen zijn. We hebben een stemming trouwens. Oh, even. Nee, tuurlijk, hij komt niet. Even kijken, waar gaat die stemming over? Elke jaar, hè? Omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Weet je wat, ik stem dit keer dan... Oh, nee. Stem tegen, ja, ik stem tegen dit keer. Gewoon een keertje op hetzelfde blijven. Niet elk jaar weer terug. Een beetje, ja. Ik word een beetje dom neer om elk jaar weer precies terug te doen naar het jaar daarvoor. De vleugel heeft wel het werk nodig, zo te zien. Dan is dit denk ik het beste. Oké. Die we dit seizoen nog redelijk kunnen gebruiken. Dan gaan we een onderzoek doen. En dan doen we een uitje voor de vloer. Oké, dat zijn... Eén onderzoek en één design die gemaakt wordt. Maar we gaan nu richting de Italiaanse Grand Prix en dan hopelijk op 100-100-100 trainingsresultaten. Oké, trainingen zijn geweest. En we hebben net niet de 100-100-100 gehaald met Norris 1% en met Meloni 3% ernaast. Dus met het al redelijk tevreden mee. Nieuwe motor. In principe de laatste die we hebben, zonder dat we penalty nodig hebben. Oké. Surely dit is hem dan toch? Ik kan me niet voorstellen dat hij die andere kant op is, dus dan zou ik één klitje te veel gedaan hebben. Ook een nieuwe motor voor Meloni. Sowieso Malone heeft een nieuwe IRS nodig dit seizoen. En een nieuwe versnellingsbak. Wat is bij jou nog niet goed? Als je kijkt, zelf zeg ik dit toch. Dit zou goed toch moeten zijn. We gaan er zo achter komen na de kwalificatie die we uiteraard gaan simuleren. Dus Q1, Q2, Q3. En Norris op pol. En oeh, Meloni 13e. Hey, dat is niet goed voor Meloni. Dat is niet goed voor Meloni. Ik ben benieuwd wat de setups zijn. Ik verwacht de strategieën. Medium soft. Soft medium of medium hard. Ik denk dat ik dan gewoon voor de medium soft ga. Allebei 100%. Kom maar.
denk dat ik naar allebei voor deze variant ga. Oh, ik ga hier naar kijken. Hoewel. Neem maar Norris te haalbaar is. En ik zit te twijfelen met jou. Dus ik denk dat ik voor jou voor de veilige optie ga. Ik denk dat voor hem net. Voor Meloni net een te lange stretch is voor de banden. Met Norris moet het net aan kunnen. Voor Meloni twijfel ik. Ik denk dat Meloni net nog niet goed genoeg is om dat te kunnen doen. Maar we gaan van start met de race met Norris op pol voor een Mercedes. En volgens mij een Alpine op 3. Nee, het is Perez op 3. Oh, kijk, gewoon meteen één eroverheen. Oké, Norris haalt nog zijn leiding. En McLaren haalt daar prachtig in. Iemand ging de fout in. Iemand is daar van de baan gesloten. Oeh, Bottas. Ik ga zeggen, ik zag iemand naar achter vallen, maar ik kon niet zien wie. DRS enabled. DRS is nu aan. Two cars out, a lot of debris. Wat is er gebeurd? Ja, kom ver. Oh my god, Verstappen! Verstappen is betrokken bij een crash. Was dat een crash? Met Peter Rosenthal. Even kijken naar de herhaling. We zien nu dus de Williams. Dat is niet Verstappen. Dus er waren twee crashes op ongeveer hetzelfde moment. Virtual safety code. Weet je wat, we gaan een hele lange stretch doen met Meloni. Waarom niet? Misschien is dit dan de Verstappen crash. Oh wauw! Wat een merkwaardige sequence dan. Dan moeten er echt veel crashes in korte tijd geweest zijn dan. Ja, Meloni heeft nu echt de biggest stretch of all time. Het is de poging waard. We can push more. I'm keeping on your battery. Yeah, Mercedes daar met de inhaalactie. Buiten de baan. Oeh, Albon buiten de baan gekomen. En die was zo goed bezig. Hoe kon Verstappen trouwens zien, hij is daar. Kijken of Norris hier iets kan doen. Als je al eentje kan pakken, zou al winst zijn. Dat is één. Oké, dat is Bottas. Alfa Tauri schuift een plekje op. We moeten dit echt heel goed gaan timen. Echt bijna timingswerk dit.
more lap. Oh, one more lap. Yeah, all good. Oeh, op via de buitenkant. Oké, okay, nu Russell. Nu Russell, come on! Oh, dit is zo perfect getimed. Dit is bijna te perfect om woorden te gaan. Want Norris wint de race. Perfect getimed. Gewoon de hele tijd gewoon achter het treintje gaan zitten wachten. En in de laatste twee rondes drie man ingehaald. En opnieuw een winst gepakt. Leek wel een MotoGP race. Gewoon geduld hebben. Blijf achterin. En pak je kansen wanneer ze er zijn aan het eind van de race. Verstappen pakt een hele goede vijfde plaats trouwens. Vanaf de 19e plaats Maloney. De strategie call was niet de juiste. Hij maakte ook een fout in de race. Mijn strategie call was not it today voor Maloney. Dus dat is mijn fout. Een grote leiding nu voor Norris. 37 punten voorsprong op Verstappen. Leclerc kan je wel zeggen, die is uit de titelstrijd. En Maloney verliest twee plekken. Staat nu 9e met 100 punten. Team is aan tweede en ja. Yeah. Echt veel kans om hoger te komen als dat zit er denk ik niet in. Ik ga ervan uit dat beide een punt hebben. Dan geeft hij daar alleen aan Norris. Ja, zie je. Oké, alvast prestatiedoel voor de volgende race neerzetten. Podium bereiken, beide in Q2 uiteraard. En die is al bezig, oké. Okay. Kijk, coureurs. Norris, remmen naar 99. Jou zijn we nog bezig met de controle. Die Chuang heeft een puntje. Dirk de Beer niet. En dat was hem eigenlijk alweer. Even kijken, stemming. 1 voor, of 1 tegen, 1 voor, 2-1. Voor, 2-2. 3-2, 4-2 is voor. 4-3, 4-4, 5-4, 5 voor, 5 tegen. En dan is het tiebreak altijd voor. Dus we gaan weer terug naar het oude. Voor de zoveelste keer. Oké, okay. Nou ik denk niet dat er dingen nog zijn die te doen is voor de Grand Prix van Singapore. Dus we gaan naar de training toe en hopelijk weer, hopelijk een keertje de 100-100-100 kunnen halen. Oké, okay, training is aan geweest en we hebben het voor elkaar gekregen. Alles in de 100 voor beide coureurs. Fantastisch. Dus dat betekent dat we alleen de onderdelen terug hoeven te zetten naar de nieuwe. En de betere. En dan kunnen we de kwalificaties simmen. Dat moet nog wel genoeg zijn, lijkt mij. Oké, nou, laten we de kwalificaties erachter komen waar we de race gaan starten. En dat is plek 4. En oh my god, dat is Maloney. Oh my god, Maloney. Ik ben een beetje aan het wegvallen, vriend. Dit is niet de Maloney hier die we van het begin van het seizoen hebben gezien. Dit is niet goed. Dit is absoluut niet goed. Wat is de verwachte strategie? Soft, medium. Dacht ik, ging ik al eigenlijk vanuit. Oké, dan gaan we soft, medium doen voor jou. En voor jou dan maar medium, soft. Zoals verwacht, niet veel benzine die je extra kan doen in deze Grand Prix. De hemel vanavond en de coureurs zijn nu aangekomen op hun startposities. Oké, okay, kom op.
zoveel mogelijk schade beperken, want het is een Red Bull 1-2. En misschien profiteert van een late safety car. We zijn in ieder geval onderweg. Norris pakt meteen de derde plek. Het zijn meer soft runs als mediums. Wauw. Beide Red Bulls rennen gewoon weg bij mij. Safety car, oké. Okay. Stop. Dit is perfect voor Norris, zeg. Zo. Voor Maloney iets minder. Want die moet nog even doorgaan. Maar voor Norris. Boucher is uit de race. Kan jij even uit het scherm gaan? Dank je. Komen nog steeds achter Leclerc? Oh my god, hoe kan dat? Wat? Wow, dat is zo. Nog steeds achtste, wauw. Hebben we dan de ronde gemist om te pitten dan? We staan ook achter Russell. We zijn ongelooflijk opgehouden in de pit. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar iets is niet helemaal goed gegaan. Leclerc is uit. Oh my god. Het is met Leclerc gebeurd. Wel de verkeerde Red Bull. Ja, dat vind ik. De bekende. Maloney daalde nu 15e. Zie je? Weer. Eén kleine beweging bij Sainz en Maloney denkt, ik ben weg hier. Juist, dat is wat ik wilde zien. Dus in ieder geval één punt zou dat zijn. AlphaTauri schuift een plekje op. Oeh, wat een nare. Had ook een rode vlag kunnen zijn. De laatste ronde. Dus dan gaan we zo eindigen. Norris pakt de tweede plaats en Maloney net op tijd dus achtste geworden. En dat is de finish. Ah, finish achter de safety car. Geen kans om Verstappen in te kunnen halen nog. Die echt gewoon. Ja, het is niet dat het de safety car is, dat het heel dicht bij elkaar was. Want anders was het echt een groot verschil geweest. Komt dus weer terug en weer precies op 30 punten ongeveer. De hele tijd schommelde al rond die 30 punten. Het is op dit moment nog steeds een goede marge voor Norris voor zijn derde wereldtitel. Maar het mag allemaal wel wat glansrijker zijn. Maloney pakt nu de achtste plek terug met 104 punten.
Bij de team staan natuurlijk nog steeds tweede, verliezen iets terrein op Red Bull. En ook iets terrein op Mercedes, maar die staat echt heel ver achter. Dus die plek lijkt wel vast te zitten. Maar goed, als we nog even kijken naar de punten die verdiend zijn door beide coureurs. Kan ik hierbij zeggen dat het voor deze aflevering afgelopen is. Binnenkort gaan we door met de Grand Prix van Japan. En dan hebben we nog twee afleveringen te gaan dit seizoen alweer. Voor het seizoen afgelopen is volgende race 18 en 19 races. Dan 20, 21 en 22. Dus nog twee afleveringen. En dan is seizoen 6 ook alweer afgelopen. Maar dat is voor later. Dus zoals altijd een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Volg op het kanaal in de beschrijving hieronder. En tot de volgende keer. Laters.